Maria Heukerot, 71, de oudste zus van Gordon, 55, deelt haar blijdschap over de positieve wending in het leven van haar broer. Ik ben super blij dat het weer goed gaat met Gordon en hij zijn carrière heeft opgepakt. Het leven is een leerschool, ook voor hem, vertelt Maria aan Story. Bij de presentatie van Gordes nieuwe CD Album van mijn Leven was Maria vorige week het enige familielid dat aanwezig was. Gordon onderhoudt momenteel alleen contact met Maria en zijn andere zus Tineke. Die echter in Spanje verblijft. De band met zijn broers Martin en Johnny en zussen Joke en Monique is verbroken. Maria heeft diverse pogingen ondernomen om de familiebanden te herstellen, maar te vergeefs. Ik heb al zoveel pogingen ondernomen om de boel onderling te lijmen. Wij heukerotjes zijn persoonlijkheden, hebben egootjes en een duidelijke eigen mening. Daar gaat het verkeerd, onthult Maria. Ze vertelt dat Gordon al drie jaar ruzie heeft met Johnny, maar ze houdt de exacte redenen liever privé. Maria heeft zelfs overwogen om Bert van Leeuwen van het familiediner in te schakelen om te bemiddelen. Ondanks het herstel van de familiebanden na het overlijden van zus Lydia in 2019, is het contact opnieuw verbroken. Maria erkent de uitdagingen binnen de familie en respecteert de keuze van sommige broers en zussen om minder contact te willen. Ze concludeert met gemengde gevoelens, maar ik hou van al mijn broers en zussen. Sommigen willen minder contact met de familie, dat respecteer ik.